Beste kijkers, op de eerste dag van februari hebben de Bulls er behoorlijk zin in, zo te zien. Ze plaatsen een witte candle, bijna gesloten op het hoogste punt. In ieder geval een slotkoers van 765.22. En dat betekent dat de bullenparade, de reboundparade beter gezegd, in volle gang is. Eerder ingezet op lagere niveaus vanaf 7.34. En de opleving in de daily downtrend, de countertrendbeweging, krijgt dus een mooi vervolg. Ook wat gaatjes links en rechts tussen de bodies, allemaal positieve elementen. Alle indicatoren in een plusstand, dat wil zeggen plus onder de SMA-lijn. Dus hou in de gaten, we praten over een opleving in de downtrend. Met de enige kanttekening die ik wil maken van ja, wat gaan de Bulls nu doen bij de 50% Fibonacci-streep waar ze nu zijn aanbeland. En dan heb ik het over het niveau rond afgerond 7,65. Het zou mooi zijn als ze nog even doorstomen. De indicatoren bieden daartoe de ruimte. Met andere woorden, verder omhoog naar 7,84, 7,85 om daar in de buurt van de SMA-lijn te gaan toppen. Dat zou natuurlijk idealiter de beste rebound zijn. Maar de 50% Fibo doet veelal ook dienst als weerstandje. Dus het wordt oppassen morgen als er een zwarte candle verschijnt tegen 7,65. Dan mogen we dat voorzichtig gaan bestempelen als een klein topje binnen de downtrend. En dat impliceert dan, als dat allemaal bevestigd gaat worden, dat we wel degelijk te maken hebben met opnieuw een lagere top in het proces van lagere toppen, lagere bodems. En dat mag dan weer aanleiding zijn voor de beren om terug te keren in de arena. Dat is het negatieve scenario. Het positieve scenario is een vervolg van de rebound. Met andere woorden, door die 7,65 en door omhoog naar 7,72 en die genoemde 7,85. Met opnieuw witte candles en een positieve doortelling van de swingteller. Dat is dan het positieve scenario. En daar gaan we vooralsnog eventjes vanuit, want de rebound is intact. En we gaan ervan uit dat de Bulls op zijn minst gaan proberen om dat nog eventjes vol te houden. De DAX vandaag een klein procentje erbij. Ook daar zien we de rebound in volle gang. Zij het met ietsje minder enthousiasme, want mogelijkerwijs gaat de beurs dicht met een doodzie candle. En dat is twijfel bij de spelers, nipt onder de SMA-lijn. En dat is wel idealiter de plek waar je een top mag verwachten. En dus waar de rebound mag worden afgerond. En dat is een onderhuids gevaarlijk elementje, want dat zou kunnen betekenen dat hier de beren al gaan terugkeren met een zwarte candle en daarmee dus de trendbreuk uiteindelijk, die eerder plaats heeft gevonden, gaan bevestigen. Wat simpeler gezegd, het proces van lagere toppen, lagere bodems kan een vervolg krijgen als nu zwarte candles verschijnen, zwart tegen de SMA-lijn. Als dan Ajax nog een paar puntjes erbij kan sprokkelen, welke fondsen kunnen dan daarbij helpen? Ik heb voor u geselecteerd de grootste stijger vandaag, namelijk ArcelorMittal met 5,7% erbij. En dit is precies wat ik bedoel met ja, erop of eronder voor de Bulls. Ze zijn goed in staat geweest om hier lekker te rebounden. Ze ruiken de SMA-lijn op 27,90. Alleen de vraag is, met nip daarboven overigens de 28 plus Fibo-lijn, gaat het lukken om door te stomen en een trendbreuk af te wenden? Want ook hier is gaande een pullback en die wordt vervolgd door een breakout beweging als het de Bulls gaat lukken om boven die SMA-lijn te prikken. Dat laatste is noodzakelijk om daadwerkelijk tot de koopkansen over te gaan. U ziet dat ook terug bij de indicatoren. Slechts en alleen een plus 1 stand bij de swingteller is te mager om echt enter long kansen bij u neer te leggen. Dat is morgen het geval, nogmaals bij koersvorming boven de 27 plus tot 28 plus. Dan zijn de Bulls redelijk los voor een rit naar 33. En dat mag dan worden aangewend voor enter long kansen. Kortom, er is van alles te bewegen op het Damrak. We gaan morgen opnieuw best wel weer een interessante dag tegemoet. Ik wens u voor nu in ieder geval een plezierige avond.